Je lag er zo lief bij. Kijk dan hoe schattig. Plot. Oh, hey jongens. Oh, dit is echt heel schattig. We gooien. Tante. Santé. Happy birthday. Een hele goede morgen iedereen. Leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Jullie zien het, ik zit weer eens in de auto. Zoals mijn leven altijd gaat. Altijd onderweg, altijd ergens naartoe, altijd gekke dingen. Maar ja, dat doe ik voor jullie, dat doe ik voor mezelf. Ik probeer altijd zo leuk mogelijke dingen in te plannen. En ja, meestal moet ik daarheen met de auto. Maar goed, het weer zit alleen wel een beetje tegen vandaag. Jullie zien het, mijn camera wordt er gewoon een beetje paarsig van. Maar het is gewoon een beetje oranje, grijze, regenachtige lucht. Het is de hele dag een beetje aan het miezeren. Het is niet warm, het is 7 graden. Maar ja, zeiken doen we niet aan. Zeiken doen we alleen op het toilet. We gaan weer het beste van de dag maken. We gaan negeren dat het niet zo lekker weer is. We gaan het leukste doen wat we kunnen doen. Dus dat komt allemaal hartstikke goed. En wat we precies gaan doen, nou jullie zien het, er ligt een hengel naast me. Ik ben onderweg naar mijn maatje Niek. Niek, hebben jullie laatst gezien dat we 's ochtends vroeg op Karper gingen vissen. Toen hadden we alleen helaas niks gevangen. Dat zouden we vandaag dus weer doen. Maar ik moet heel eerlijk met jullie zijn, ik heb me verslapen. Ik had mijn werk om 6 uur staan en ik werd om 9 uur, kwart voor 9 werd ik wakker. Ik zag toen ook al dat Niek me gebeld en geappt had en dan voel ik me gelijk zo schuldig. Maar het was ook niet weer heel erg, want een andere maat van ons, Joe, wacht, ik wil even die klep dicht. Mijn bankje ligt plat, dus je hoort nu mijn uitlaat veel harder. Dus ik weet niet hoe irritant het is voor jullie, zeg maar. Maar Joe is een Engelse maat van ons die ook mee zou gaan. Dus hij was gelukkig niet in zijn eentje, anders had het helemaal lullig geweest. Maar ik had tegen Niek gezegd, ja, nu ik me toch verslapen heb. Ik zeg, ik laat mijn carpenspullen lekker thuis. Ik ga even de vlog editen, even mijn eten klaarmaken. Dus ik heb mijn eitje gebakken, mijn shakeje gemaakt. En ik zeg, ik meet zo meteen wel met jullie dan. Dan heb ik 2 stokjes mee, zowel voor Baars als voor Snoek. Want Niek, ik zei tegen Niek, we kunnen anders wel even snoeken of Baars of zo. Hij zegt, ja, ik heb die spullen niet klaar liggen. Ik zeg, joh, ik heb 2 hengeltjes mee en dan kunnen we even smijten. En als we niet gaan smijten, gaan we niet smijten. Dat is even aanzien. En voor de rest, van de dag komen er nog een paar andere dingen op de planning te staan. Maar dat is voor zometeen. Laten we eerst maar eens even gaan meeten met Niek en Joe. Tenminste, ik weet niet of Joe ook meegaat, want ze zijn nu aan het inpakken van de visstack. En dan meeten we bij de McDonald's, want hun willen nog even eten. En dan, we zien het wel. Yo, what's up? Alles lekker? Lekker, jongen. Alsof we elkaar nog niet gezien hebben. Zeker. Nee, we hebben net gemiet bij de Mac, jongens. Niek die heeft even snel zijn lunch naar binnen gewerkt. Ik uiteraard nog niet, want ik heb de kip met rijst mee. Kijk, ik heb hier de visspulletjes klaar liggen. En hierachter, ja, de Mac zit hier achter, zeg maar hier zit een watertje waar we voorheen wel eens op karper hebben gevist. En toen heb ik s'nachts een keer een redelijk grote snoek gezien bij een duikertje wat daar zit. Dus ik zeg tegen Niek, ik wil er sowieso even proberen om te kijken of hij misschien er zit en toeslaat. En mocht het lukken, dan lukt het. En mocht het niet lukken, dan lukt het niet. Maar ik ga eerst maar eens even de hengeltjes pakken en kijken of hij er zit. Zo is het in het leven, jongen. Zo is het in het leven. Lukt het wel, lukt het niet. Lukt het niet, lukt het prima. Super. Kijk. Ja, maat, in de hoop dat het vandaag wel lukt. Yep. Het is tijd de laatste tijd. Jij bent vanmorgen aanwezig vissen, maar dat was ook helemaal niks, hè? Een brasem. Dus ik had wel wat. Nou, eigenlijk dezelfde vis als die we vorige keer vingen samen. Ja, maar niet waar je voor gaat zitten. Nee, inderdaad. Helemaal ruk. Maar ja, wie weet lukt het vandaag wel. We gaan het zien. Nou, dames en heren. We zijn bijna op de plaats van bestemming. Hier zit het duikertje. Wat gaat het worden? Beetje goudvisie in het duikertje. Laat even die goudvis goed zien. Ja, dit is hem. Och, wat is die oranje. Deze jullie wel hebben, volgens mij. Dat ging bijna fout. Super. Geen moer. Geen moer. Ja, dit is waar hij de vorige keer zat. Toen pakte ik een zaklampje erbij en dan zag je zo die schim liggen. Ja, daar was ik bij volgens mij ook nog. Ja, dat kan wel, ja. Toen werd hij helemaal gek. Nou ja, vast te proberen. Yeah. Wat zullen we doen? Ja, ik weet niet. Jij bent de snoekmaster, hè? Ben ik de snoekmaster? Wel een beetje. Ja, ik weet er echt geen reet van. Hè. Volg jou. Ja, maar gewoon voor het plan voor vandaag. Oh. Gaan we hier dat kantje zo meteen nog terug even af. En dan bij de auto, bij de schoorsteenverbranding, hoe heet dat? Ja, kunnen we even kijken. Ja, kunnen we wel even checken. Wat te doen. Ja, dit is wel een tegenvaller. Ik had wel gehoopt dat hij hier zou zitten. Want zeg maar, de locals van het water die hier vaker visten, die zeiden ook dat die snoek inderdaad eigenlijk altijd wel in dit hoekje zat. Maar ja, dus niet vandaag. Helaas. Nee, jongens, het gaat vandaag ook niet lukken. Het is mooi geweest. We gaan even lekker bij Niek een bakje koffie drinken. En daar ben ik al een tijdje niet geweest. Oeh! Porsche kun je een turbo. Hey. Maar Niek die heeft thuis hele lieve katjes. Die ik ook al een tijdje niet gezien heb. Dus dat vind ik wel leuk. Gaan we daar even lekker wat drinken, even opwarmen en even gezellig ouwe hoeren. Nou, we zijn inmiddels bij Niek. Ik heb lekker mijn lunch opgechapt. Maar moet je. Oh. Dit is dan wel jammer.
Ja. Dit is allemaal jammer. Ik wou even een shotje maken van het lieve poesie. Je lag er zo lief bij. Hé. Hey. Je lag er zo lief bij. Ben mooi, hè? Ja, dit is echt een heel lief katje, jongens. Dit is zo'n aanhankelijk beestje. Ik vind alles prima. Hé? Dan ga je even lekker liggen. Kijk, ja, kijk. Kijk dan hoe schattig. Hé? Ja, we zijn ondertussen even een spelletje aan het doen hier dan. Hier ligt die ander, maar deze is iets minder aanhankelijk. Die vindt het allemaal wel toch wel een beetje spannend en zo. Nee? Dat is Sientje en dit is Abel. Samen zijn ze. Abel Sientje. Abel Sientje. Nee, in plaats van Appel Sientje. Ja. Ja, het is echt een droppie, jongens. Heerlijk zo'n aanhankelijk beestje. Zo, jongens en meiden, ik doe de deur weer dicht bij Niek. Het zit er weer op. We hebben, ja, jullie zien het is inmiddels al donker. We hebben even lekker een bakje koffie gedronken, mijn lunch gechapt. En even lekker met de katjes gezeten en even gegamed. Dus ja, het was gewoon even een chill middagje. Maar ik moet nu een aantal dingen doen. Dus het is tijd om de auto in te stappen. Die staat er in de straat. En dan gaan we weer dus even lekker naar huis toe. Karren. Oh, maar het is eerst tijd, jongens en meiden, dames en heren. Om het autootje weer even wat voedingsstof te geven. Niet alleen ik heb voedingsstoffen nodig, maar de wagen ook. Kijk, dan ga ik even hoe dat die zal hebben gemolken. De brandstofprijzen zijn alweer wat naar beneden gegaan, hè? 1,56,9 nu. Ja, voor de mensen die gaan auto rijden, die zal waarschijnlijk helemaal niks zeggen, maar afgelopen najaar heb ik één keer getankt voor bijna 1,80 euro voor diesel, hè? Dat zijn gewoon benzineprijzen, dat is niet normaal. Maar nu alweer 1,56. Maar gaat goed. Begin vorig jaar had ik getankt voor 1,09 euro. Die olieprijzen zijn zo bizar omhoog gegaan, maar goed. Tappetee. Gooi hem niet vol, want daar heb ik geen tijd voor, want ik moet mijn eten gaan klaarmaken thuis. Ik slaap vanavond bij mijn zus. Ik weet niet of ik het al verteld heb, maar vanavond gaan we naar mijn zus toe. Die is van de week jarig geweest. Ga ik samen met Roland gaan we een borreltje drinken. Maar dan blijven we dus ook slapen. En aangezien ik aan het voedingsschema zit, ja, ik kan wel alle boodschappen mee gaan nemen en het eten daar maken. Maar ik ga het van tevoren maken, zodat ik dat morgen verder niet hoef te doen. Vanavond moet ik natuurlijk ook een kwarkje met chocola hebben, dus dat gaat ook mee. Ja, om dat klaar te maken moet ik even eerder naar huis. Oké, jullie zien het. Ik heb een mandje achterin staan met al mijn eten. Mijn nasi, of nou ja, nasi, het is mijn rijst met kip. Broodje in de broodtrommel, mijn shakey, mijn chocolaatje voor vanavond en mijn kwarkje. Ik heb al mijn eten klaargemaakt en mijn slaapspullen achterin de auto gelegd. Ik sta nu bij Roan voor de deur, want ik ga Roan ophalen. Die is als goed is elk moment klaar. En dan gaan we richting Amsterdam naar mijn zus. Het was net een beetje chaotisch, maar zoals ik vertelde, mijn zus die is 23 geworden. En ik kon er van de week op de verjaardag zelf niet bij zijn. Dan had ik een overdag een redelijk druk dagje. Toen had ik tegen haar gezegd, joh, ik kom binnenkort wel. En hebben we afgesproken om vanavond een hapje bij haar te komen eten en daarna borreltjes te doen. Maar ja, ik ben dus even naar huis gegaan om mijn eten klaar te maken voor morgen. Dus ik heb mijn ontbijt mee, mijn broodje kipfilet, dus de kip met rijst, mijn kwarkje voor vanavond, dat soort dingen. Dat is het enige waar ik heel erg aan moet wennen aan dit schema, is dat je heel erg vooruit moet denken van oké, heb ik de spullen mee die ik nodig heb? Of kan ik dat daar halen? In principe zou ik het daar kunnen halen, maar als je morgenochtend wakker zou worden, heb je niet gelijk zin om de deur uit te gaan om shit te halen. Dus ik dacht, weet je, ik neem het van tevoren lekker mee. Dus dat heb ik net klaargemaakt. Het enige wat ik nog hoef te doen is Ronde spullen in te laden en de navigatie in te voeren. Tijd voor een tunnel! Nou, ik zou de ramen dicht doen, anders krijg ik nog kouder. Het is fucking koud! Ja, sommigen willen. Ik weet niet of ik dit ooit verteld heb in de vlog, maar bij mijn bijrijderskant onder het dashboard mis ik een klepje. Waardoor er af en toe wat. Af en toe? Nou ja, kijk, als ik zeg er komt koude lucht van buiten naar binnen, is het net alsof het gewoon een open gat is, maar dat is het niet. Maar door daar een klepje te zetten onder mijn dashboard, die zit er niet, dus dan glipt koude lucht van buiten naar binnen. En hierdoor zijn mijn voeten nu ijsblokjes. Ja. Ron is er ook bij. Hey Ron. Hey. Helemaal ingepakt en wel. Ja, we zijn onderweg naar mijn zus, jongens. We moeten nog even kijken. Oh, 21 minuten rijden. Stap mee. Ik heb, zoals ik net al... Wat? Niks hoor. Wat zei jij nou? Niks. Nou, super. Het eten is ondertussen aan het afkoelen achterin. Want dat Ron instapt, zei ze gelijk... Oh, wat ruikt dit lekker. Ik zeg, ja, dat is mijn kip met rijst. Maar ik had mijn dekseltje nog niet op het bakje gedaan. Omdat het was nog warm, dus dan krijg je helemaal condensatie. Ik probeer te vloggen, ja, mag het? Maar dan krijg je condensatie in je bakje, dus word je eten heel nat. Dus ik had de deksel eraf laten, maar maakt het niet uit. Je hebt een heel krat mee met eten. Ja, ik zweer het je. Er zit voor vanavond mijn kwarkje nog in en mijn chocolaatje. Vanmorgenochtend mijn broodjes, mijn shakey en mijn lunch. Ik ben gewoon voorbereid.
even doen. Het duurt lang, hè? Hallo. Godverdomme, doe de laag me, joh. Ja. Ik leg even snel de foto binnen en ik heb zo'n troep in de weg ben. Wat jij een mooie vindt. Ja, mooi, hè? Maar dat ook even jullie. Oh, no. Oh, hey jongens! Ja. Nou, joh. Hallo, goeiedag! Ah, ja. Ik voel me net pap nu, je cadeautje geven en het filmen. Maar ik ga het wel doen. Maar het tweede deel hiervan krijg je voor kerst. Dat is wel een dingetje. Maar dat was anders dan dat. Maar dat hoort bij. Dat klonk alsof er iets viel. En ik dacht dat de kerst van schattig! Oh my god! Wow, yo! Dit is echt leuk! Wat is het? Het zijn... oorbellen! Oh. Oorbellen! Yeah. Oorbellen! Ah, echt heel leuk! Nou, hartstikke mooi! We hebben ook nog chocolade. Oh nee, je ziet dat hij is ingezoomd. Ja, bedankt voor dit! Super! Rennen, niet. Ze doen er niet! Kom hier dan! Nee. Wees bang. Ik heb helemaal geen hoedje. Wat is er een hoedje? Ik doe niks mee. Ja, doe me op dan. Nee, dat durf je niet meer, hè? Nee, dat dacht ik. Nou, we hebben het met z'n allen heerlijk gegeten. Maar ons Guido, die heeft even een dronkie gemaakt. Kijk eens even. Hoe heet er dit nou? Een espresso martini. Espresso martini. Een espresso martini. Ja, je moet het ook zo zeggen, hè? Een gozer is een espresso martini. Nou, gozer, wat bevat deze alcoholische versnapering? Nou, espresso, geen martini, zoals je zal denken. Er zit vodka in, er zit kahula in, of kauluha, dat kun je zo ook zeggen. Kaulo haar. Maar wat is dat? Kauluha. Dat is drank. Oh, oké. Okay. En er zit ijs in en suikerwater. Nou, Rol, jij hebt het ook nog nooit gedronken, aan jou de eer. Neem de eerste slok. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Lekker door, Karijn. Super. Ja, wel lekker. Dat vind ik een erg klein stok. Sorry, op. Nou, Guido die trapte me in één keer daarachter. Hé, wat nee. Over zich heen. Gewoon zijn mond af en af. Ja, ik zit toch wel onder. Ja, super, ja. Weer dat andere shirt aan te krijgen. Uitringen ze. Het is wel lekker, maar het feit dat het zeg maar ook koffiesmaak heeft, maar dan koud, ja, is raar. Maar zometeen krijg je de pornstar iets. Zometeen de pornstar? Is dat een drankje of? Het smaakt een beetje naar eten. Oh, oh, okay. Nou, jij ging net uit de kleren. Ja, je moet even vertellen hoe het ging van het maken van dit drankje. Dat doe ik liever niet. Ja, het ging niet zo goed. Hij moest maar schudden met zijn beker en alles ging meer over zichzelf als op de beker. Deze muur was niet zo wit. Het staat jammer genoeg niet op de vlog, maar helaas. Nee, maar ik vond het echt wel lekker. Alleen het idee dat het zeg maar, een soort van koude koffie is een beetje gek. Het staat nog in onze geheugen. Net als Anouk zei toen ze een frappe ging drinken. Tikte ze maar, het is koud. De ijskoffie. Nou, wat raar dat het koud is. Oh, groen, oh, groen, wat ben je voor lekkers aan het maken dan? Oh, nou, dit is niet zo lekker. Laat maar zitten. Guido? Wat ben je aan het maken? Ik ben een pornstar martini aan het maken. En het is heel koud. En het is hartstikke even zacht. Het is vrij koud, ja. Ik maak even een sequence van dat je aan het schudden bent. Alles bij jou mis. Ja, hoe vaak heb jij nodig? Maat. Het gaat niet mis. Dit is zoals gepland. Het ging alleen minder goed. Nou, ik ben hartstikke benieuwd hoe het gaat. Je bent zo verschrikkelijk lomp. Ja, echt. Het is echt ongekend. Ik heb nog nooit in mijn leven iets kapot gemaakt. Ik geloof het niet. Weet je dat? Noem één. Fucking hell. Oh, daar gaan we. Het ziet er wel lekker uit. Time to shake again. Wat gebeurt hier? Ik weet het niet. Goed. Ga je niet meer morsen?
2 shots of vodka. Ja, kluk, 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 kluk. Of Pessoa, hè? Let a bit of Pessoa. Kluk, 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 kluk. En then we finish it up with a little bit of sappie. Sappie? Ja, het is very tropical sappie. Tropical vruchten. En a little bit of citroensap. Of limoensap. De finishing touch. De finishing touch. Als het open gaat. Oh, oké. Okay. Nou, niet meer morsen, hè? Dat heb ik één keer in mijn leven gemorst. Noem één keer. Nou, ik noem nu 5 keer. Alleen deze avond. De muur is nog wit, er zat net een beetje koffie, maar nu gaat het alweer. Ja, zo ja! We gooien, gooien. Lekker. Mag het? Ik zou het niet doen. Maat, echt hoe dan? Ook gewoon vol ernaast. Nog een keer. Niet laten lachen. Ja, waarom zou je alleen maar bier drinken als je ook gewoon cocktails kan maken? Verse cocktails met een beetje foutgaande situaties, maar dat maakt niet uit. Het gaat om het eindresultaat. Het gaat om het verhaal achter het product. De echte vrienden zijn de cocktails die we gemaakt hebben. Snuif! Wacht, ik moet er even goed. Moet je even snuiven? Jezus! Oh, het ziet er blij! Heb je honger? Je hapt zo lekker. Ja. Nou jongens en meiden, dames en heren, santé! Santé! Happy birthday! Een beetje bijna. Wat is jouw recensie? Fris. En fruitig. Oh my god. Zuur. 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 Ja, gelachen is er zeker wel. Jongens en meiden, dames en heren, jullie voelen me aankomen. Ik heb geen outro opgenomen. We zijn een beetje dronken en tipsy geraakt na deze drankjes. Het was een hele gezellige avond en we zijn daarna lekker gaan slapen. En ik ben nu de vlog aan het editen. Ik moest alleen nog een outrootje opnemen, dus dat doe ik bij deze. En ja, zoals je hier ook kan zien, we hebben echt heel veel gelachen. Het was superleuk. De vrienden van mijn zus zijn leuke mensen, dus we hebben het heel erg naar ons heen gehad. En ja, al met al een geslaagd dagje. Wel een beetje een warrig vlogje, maar ja, de dag zelf was ook een beetje van alles wat. Dus ik hoop dat jullie er even goed van genoten hebben. Mocht dat zo zijn, vergeet dan niet dat duimpje omhoog te rammen. En hier beneden te abonneren als je meer wilt zien van mijn dagelijkse vlogs. En dan kan ik nog maar één ding zeggen. En dat is tot morgen om 5 uur bij een gloednieuwe vlog. Later. Oh,